Eerst gaan de steunspindels naar beneden. Dan wordt een hendel overgehaald die het mechanisme in werking stelt en de wijzers doet uitslaan. Maar verder gaat alles automatisch bij de nieuwe ladderwagens zoals de Amsterdamse brandweer er een tweetal heeft gekregen. De wagens zijn uitgerust met 6-cilinder benzinemotoren van 106 pk ieder die onder meer zorgen voor het uitschuiven van de brandvrije ladder. Die ladder bestaat uit 4 delen die in een recordtijd van 17 seconden uitgeschoven kunnen worden tot een totale lengte van 30 meter, zodat geen vuurzee de Amsterdamse brandweer te hoog zal zijn. Het gehele laddermechanisme stopt zodra de voor de veiligheid toelaatbare grens wordt overschreden. In de loop van dit jaar zal de hoofdstad de beschikking krijgen over 4 van deze wagens. De 2 waarmee nu geoefend wordt, betekenen echter al een aanwinst die de Amsterdamse brandweerlieden danig in de wolken bracht.